Welkom terug bij een nieuwe Pokévideo. Portetje is al begonnen, dus gaan kijken. Dit wordt al lastig. Ga ik mee? Ik ga mee. We gaan er een leuk video van maken. Het potje was al begonnen. Duurde heel lang met keyword, dus vandaar. Bijzondere start van de video, maar maakt niet uit. Doe even een duimpje omhoog en even het abonneetje. Als je de video's leuk vindt, ik dacht deze ook gewoon checken. Ik hoop niet dat hij raced. Top, hij is waarschijnlijk... hij heeft twee paar. Dit is jammer, slecht begin. Hij heeft gewonnen. Dit kan een flush worden. Laten we gewoon... we gaan bedden. Door de tips die ik van jullie heb gekregen. Hij race, dan call ik hem gewoon. Dan kan dat wel. Dat wordt geen flush meer, maar ik heb wel een paar. Dus dan check ik hem voor deze. Of kijken welke kaarten er meer bij komen. Dat is niet voor mij voordelig, dus ik check hem gewoon. Big Blind is al fijn, vanwege de los van het begin. Nu is een flush voor iemand anders wel heel makkelijk, dus elke bed race. Volg ik. Hij bed. Nou, dan heeft hij waarschijnlijk wel flush. Kunnen we niet zien. Dit is een hele goede hand. Ik bed met 3 Big Blinds om mee te beginnen. Ik wil eerst even kijken hoeveel mensen er mee gaan. Sowieso niet veel. En hij kalt op zijn minst, dat is lekker. Dat is lekker. Nu hij nog. Dat had leuk geweest als er nog een tientje kwam. Ik race hem weer met 3 Big Blinds. Ik heb het gevoel alsof we hier wel wat mee kunnen. En anders wordt het een hele korte game. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft geen langdurige game te zijn. Het kan ook gewoon een snelle game zijn. Het is een potje van 10 cent, want dat duurde echt ongelooflijk lang voordat er een potje kwam. Ik ga met 4 Big Blinds. Laat me even weten, kijk, hij volgt. Dus ik heb hem sowieso binnen, dat is lekker. Laat me even weten of dat slim was of niet. Ik heb het idee van wel. Maar ik weet niet zeker. Dit is zijn wel een goede hand, dus ik race hem. Maar laat me even weten of dat goed is. Ik denk zelf van wel, maar... ik verdiep me er ook niet echt in, eerlijk gezegd. Ik kijk niet... in mijn vrije tijd ga ik geen poker kijken. Dat doe ik helaas niet. High card hem. Ik heb alleen niet zo super veel bal van high card. Goede beslissing. Ik fold hem. Kans op een flush. Dan race ik hem met 2. Hij race hem met 9. Ja, dat gaan we niet doen. Dit is zo jammer. Hè? 50 Big Blinds erin en ik had een flush gehad. Hij heeft ongetwijfeld ook een flush. En ik heb lage kaarten, dus wat dat betreft valt het mee. Hij had geen flush. Hij had ook geen flush. Hij had wel een... ik weet niet, had dat gewonnen? 2 paar. Moet ik eerlijk gezegd heel snel opzoeken. Zo te zien had ik echt dik gewonnen. Nu ik het zo terug zie. Fair enough. Hij heeft wel wat meer Big Blinds dan ik, maar ik heb niet zo super veel. Dus er is er trouwens wel eentje uit, zie ik nu. Zit ik niet echt op te letten. Hij staat wel goed voor. Ik call hem gewoon. Ik heb een paar, dus dan bed ik met 3. En dan volgt hij. Gewonnen, lekker. Dat is een goeie, die ga ik gewoon callen. Racen met 2. Bedoel ik. Dan call ik hem. Ik heb niet zo super veel, dan check ik hem gewoon. Dat is een redelijk specifieke bed. Ga ik gewoon mee. Dan zijn nog een keer race en volg ik. Check ik hem ook. En waarschijnlijk verlies ik deze toch, want ik heb niet super veel kaarten.
Oeh, goeie hand. Ja, niet zo super veel verder. Ook weer niet zo super veel verder. Op de hoop, oké, ik heb niks. Dus dan voel ik hem bij een race. Ja. Oeh, goede hand. Dan race ik hem naar 2. Ik haal hem. Oh, ik heb niet zoveel. Behalve een eigen paar. Ik heb het gevoel alsof hij hoger heeft, maar ik ben wel zover dat ik wel moet. Ja, ik moet meegaan. Oh, hij heeft een Nee, 2 paar. Jammer. Ik speel minder goed dan vorige game. Ik speel veel minder goed dan vorige game. Nou, ik hoop op een 3 of een 8. Als ik een 3 of een 8 krijg, dan ga ik al in. Nee, niet. Dan heb ik niks. Ik race hem met 2. Ik denk dat het verstandigst is voor de, maar ik denk dat het leukste is voor de video. All-in. We gaan ervoor. Het zijn 2 mensen all-in. Ik en Russerenwar. Oh mijn god. Oké. Okay. Fair enough. Weet je. Hoe dan? Oh mijn god. Deze ga ik racen. Ja, niet zo super veel. Nu al helemaal niet. En nu nog steeds niet. Oh, ik had. Ja, hij had ook een paar. Hij heeft gewoon de hoge kaarten. Dit is sowieso wel een goeie. Dit is een lekkere. Dit is de tweede. Call ik hem. Ik heb de kaarten om hem te callen. Checken. Hij gaat waarschijnlijk racen. Zie race. Zit ik wel een klein beetje in een probleempje. Ik heb een straat en een boer. Ik kan hem met 3. Als hij meegaat, ga ik hem al inspelen. Nee, hij gaat niet mee. Waarom gaat hij niet mee? Wat een geluk. Wat een uitmuntende kaarten. Dat is echt het probleem van die lage potjes, hoor. Het duurt zo lang voordat je reactie krijgt. Ik call hem. Ik geloof er wel in. Ik check hem. Ik geloof er wel in. Ik ga hem al inspelen. Ik geloof er wel in. Dat was wel te verwachten, maar ik moest hem sowieso al inspelen. Ik verwacht dat er een aas gaat komen. Voorgevoel. Noem het goed voorgevoel of noem het slecht voorgevoel. Gaan we achterkomen. Maar ik heb er vertrouwen in. Ja, daar gaat mijn vertrouwen. We hebben nog 2 kaarten. Zie je? Een paar azen. Ik zei het. Ik heb nog 1 kaart om hierna nog door te bedden. Dus hier gaan we voor. Hij called en dan ga ik. Oh, ik heb gelijk de big blind. Ik heb wel gewonnen. Cool. Oké, ja, dat is zo'n goede kaart. Heb ik ook weer niet. Het lijkt me wel leuk als hij ook al ingaat. Hij gaat al in, dus er speelt sowieso eentje weg. Oh nee, niet. Als hij verliest, heeft hij iets over. Maar dan moet hij zometeen wel volgens mij bijna al in. Hij heeft zometeen big blind. Ja. Ik kan hem alleen niet. Ik heb geen goede kaarten. Nou, waarschijnlijk gaat hij zichzelf er nu uitspelen.
Ja, die gaat all in. Hij moet winnen, hij moet winnen. Dan zijn er maar twee over. Nice. Dan moeten wij met z'n tweeën alleen hem er nog uitspelen en hebben we sowieso ja, geen verlies. Maar zo, het is een 10 cent potje, dus om zoveel geld spelen we toch niet. Als we tweede worden, winnen we 14 cent. Met andere woorden, 10 cent inleg, winnen we 4 cent. En als we eerste worden, winnen we 34 cent. Met 10 cent inleg is 24 cent winst. Dus dat is super goed, weinig. Ik had wel een dubbel gehad. Hij ook. Dus hij had de tweede hoge kaart. Dus beter dat we het niet gedaan hebben. Beter dat we het niet gedaan hebben. Ik wil op zich ook een keertje live dit wel doen hoor. Als jullie het als mijn Nederlands is echt niet goed vandaag. Als jullie het ook vaker willen zien en live willen zien, laat het dan gewoon weten in de comments. Ik ga deze checken. Ja, niet zo super veel, dus ik blijf hem checken. Steeds niet zo super veel, dus ik blijf hem checken. Ik heb nog steeds niks, dus ik ga hem niet winnen. Nee. Laat het dan even weten in de comments. En zorg er dan ook even voor dat kunnen jullie me live tips geven. Dan kunnen jullie live gewoon erbij zijn. Ik ga deze volgen. Tenzij hij zelf twee A's heeft, is dit goed voor mij? Voor de video. Kut. Jammer. Ik dacht gewoon voor de video doen. Plus, het was toch maar 10 cent. Dat maakt toch niet uit. Helaas niet gewonnen. Deze gozer heeft wel gewonnen. Wat ik zei, wil je nou dat ik het live doe? Laat het even weten. En heb je nog tips? Laat het ook even zeker weten. Doe even een duimpje omhoog. Gun me even dat abonneetje. Zou me heel erg helpen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Later.